Koert-Jan is een skier, kan hij niks aan doen. En ik ben een snowboarder. Dus we moeten ook even goed nadenken wat voor spullen ik nodig heb. We zijn in Hoorn, bij de wintersportspecialist. En ik denk dat die jongens mij heel goed kunnen helpen. Ik heb gehoord dat jij me wat kan vertellen over de snowboardschoenen. Ja, ik heb hier drie verschillende modellen van Vans staan. En geloof me, de jongens die weten wat ze doen. Ze maken al 26 jaar snowboardschoenen. Eén daarvan is deze. Dit is een schoen voor een wat comfortabelere snowboarder. Van comforthoud, met een BOA-systeem. Ideaal, niet meer veteren. Gaan we naar een wat sportievere klasse. Het is een dubbel BOA-systeem. Waardoor die dus beter fixeert om de voet. De schoen zelf is wat stugger. Ja. Voor een iets sportievere snowboarder. Last but not least krijgen we de top of the bill. Een van de meest sportieve snowboardschoenen op de markt. Het is een hybride sluiting. BOA die ervoor zorgt dat hij goed om de kuit en om de hiel fixeert. En een veter waardoor je hem gewoon optimaal strak om je voet slash been kunt krijgen. Hoef je niet meer te stellen op de rest van de dag. Dat zit goed, blijft zitten. Het is wat meer werk, maar de jongens die echt willen knallen, die houden daarvan. Wat ze alle drie dus verschillend hebben, is de liner. Oftewel de binnenschoen. Wat gaat van V1, V2... tot V3. Dat is de benaming van de liner. Nou, hoe hoger in klasse we gaan, hoe comfortabeler die liner aanvoelt. Hij zit beter om de voet gesloten, waardoor je dus veel meer vastzit in de schoenen. Dat is natuurlijk wat je wil. Jullie hebben duizenden skischoenen staan en wat minder snowboardschoenen. Vertel, hoezo dat? Vans is echt al een hele beste tijd bezig met het maken van snowboardschoenen. Ze zijn super sterk in hun first fit. Wat inhoudt, op het moment dat je hem uit de doos pakt, je hem aantrekt, zit het eigenlijk vrijwel meteen als gegoten. Ze kunnen nog op maat gemaakt worden, is echter alleen niet echt nodig, omdat de liner na een week boorden eigenlijk wel helemaal goed en perfect naar je voet staat. Dan heb ik nog een tip voor je, Patrick. Dat is deze handschoen van Royce. Hij is duurzaam, hij is gemaakt van gerecycled materiaal, waterdicht, winddicht, ademende functie en extra warm, PFC-vrij, kortom kwaliteit, prestatie en comfort in één.